In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God, Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Heilig van de Week. De heilige van deze week gaat over Sint Julius in Akvalsi. Sint Julius is geboren in Akvals. Hij leeft in de derde eeuw na Christus en hij kwam uit een rijke familie. Sint Julius staat bekend als de schrijver van de levensverhalen van de heilige martelaren. Hij schreef niet alleen maar hun levensverhalen, maar hij zorgde ook voor hun lichamen. Hij zorgde ervoor dat hun lichamen bedekt werden en hij verbond hun wonden. En hij zorgde ook voor dat hun lichamen teruggebracht werden naar de plaats van herkomst. Sint Julius leefde in een moeilijke tijd. Hij leefde in een tijd waarin christenen vervolgd en gemarteld werden. En God zorgde ervoor dat de gouverneurs het werk van Sint Julius niet doorhadden, want het kon zijn leven kosten. Ook zorgde God ervoor dat de gouverneurs hem niet verplichten om voor de afgoden te aanbidden. Want God wilde dat Sint Julius voor de martelaren bleef zorgen en hun verhalen bleef schrijven. Sint Julius deed dit niet alleen. Samen met 300 man stuurde hij deze jonge mannen op naar de plaatsen van de martelaren, zodat zij informatie konden halen over hun leven. In details werd alles opgeschreven hoe de martelaren geleefd hebben, waar ze vandaan kwamen en ook hoe ze gemarteld werden. En Sint Julius zelf zorgde voor de lichamen van de heilige martelaren en zorgde ervoor dat hun lichamen teruggingen naar de plekken waar ze vandaan kwamen. En de martelaren hielden heel erg van Sint Julius. Ze wilden dat hij ook de martelaarschap zou ontvangen. Ze zeiden tegen hem: "U moet uw bloed in de naam des Heren vergieten, zodat hij onder de martelaren gerekend kan worden." Toen de regering van keizer Diocletianus aan zijn einde kwam, toen kwam keizer Constantijn aan de macht. Keizer Constantijn stond bekend als een rechtvaardige keizer. Maar God had gehoor naar de wens van de heilige martelaren dat Sint Julius ook tot de martelaren zou behoren. Op een dag beval God Sint Julius dat hij naar de gouverneur Arcanios moest gaan van Samanut. Sint Julius gehoorzaamde hem en ging toen naar de gouverneur toe, om daar zijn geloof in Christus te getuigen. De gouverneur ging hem martelen, maar God bleef bij Sint Julius en hij gaf hem troost en gaf hem kracht. Toen de gouverneur Sint Julius vroeg of hij voor de afgoden wilde bidden, zorgde God ervoor dat de grond open ging, zodat de 70 afgoden en de 140 priesters die de afgoden aanbaden in de grond verslonden werd. Toen de gouverneur zag dat de afgoden en de priesters die de afgoden aanbaden vernietigd werden, werden zijn ogen geopend en begon hij God te aanbidden. De gouverneur ging samen met Sint Julius naar de gouverneur van Atribius. De gouverneur heeft daar Sint Julius op een vrede manier gemarteld. Op een dag was er een speciale feestdag voor de afgoden. De mensen die de afgoden aanbaden gingen de tempels versieren met onder andere palmtakken. En Sint Julius vroeg aan God of hij de afgoden wilde vernietigen. Nou, wat gebeurde er toen? God stuurde een engel en die engel ging de hoofden afhakken van de afgoden. En ook ging hij de hoofden van de afgoden zwart maken met as. En de afgoden en de palmtakken waarmee de tempels en de afgoden versierd waren, heeft hij toen afgebrand. De volgende dag, toen de mensen verkleed naar het feest kwamen, zagen ze dat hun afgoden vernietigd waren. En toen zij dat zagen, beseften ze hoe zwak hun afgoden eigenlijk zijn. De gouverneur van Atribus en een groot deel van de mensen die dit zagen, geloofden vanaf die dag in de Heere God. De heilige ging toen samen met de twee gouverneurs van Samanut en Atribus gingen ze naar Toa toe. Daar ontmoetten ze de gouverneur Escandrius. In eerste instantie weigerde de gouverneur hun te martelen, maar later gaf hij een bevel aan zijn mannen om hun te onthoofden. Sint Julius en zijn twee zonen, Tadros en Junius, hun slaven en de twee gouverneurs werden toen onthoofd. Het aantal aan martelaren was toen 1500 personen. De lichamen van Sint Julius en zijn twee zonen werden toen teruggebracht naar Alexandrië. Wat wij van dit verhaal kunnen leren is om net als Sint Julius nederig te zijn. Want ondanks zijn hoge aanzien zorgde hij voor de martelaren en was hij gehoorzaam aan God. En door deze heilige kennen wij ook de heilige verhalen van de martelaren van onze kerk. Wij herdenken zijn verhaal op de 22e dag van Toet, wat overeenkomt met 2 oktober. Mogen zijn heilige gebeden met ons zijn. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon, Heilige Geest, één God. Amen.